Onderzoeksraad voor Veiligheid. Volgens de raad zijn er veel tekortkomingen bij de kustwacht. Die is niet berekend op zijn taak. Je zou denken dat je in vertrouwde handen bent als je iets overkomt op de Noordzee. Dat de kustwacht snel ter plekke is en de juiste mensen en middelen inzet om levens te redden. Ik ga er altijd vanuit dat het allemaal goed gaat. En gaat het niet goed en er is wat met je met de boot, dan bel je voor een reddingsboot. Ja, ik heb er wel vertrouwen in. Ja, ik heb er wel veilig voel dat ik gehoord word en dat er gereageerd wordt op wat ik vraag en wat mijn probleem is. Op zee ben je een stuk slechter af dan op het vasteland. De Onderzoeksraad voor de Veiligheid doet onderzoek naar aanleiding van een duikongeval vorig jaar zomer. Daar ging zo goed als alles verkeerd wat verkeerd kon gaan. Er is onduidelijkheid welke helikopter er naartoe moet. Er is onduidelijkheid of er medisch gesproken werd.